wel een fijn gevoel geven, hè? Zoveel enthousiasme. Ja, uiteraard. En hier gewoon in Leuven bijna al die zalen uitverkocht. Fantastisch, ja. Zeg, Anne is ook buiten Bieke natuurlijk hoofdscenariste van de scenario's en zeker ook van de film. Ja, geef haar maar een applausje. Fantastisch. Maar hoe begin je nu aan een scenario van een film? Waar komen die ideeën vandaan? Goh, eigenlijk ongelooflijk. We zijn 29 jaar bezig en die ideeën blijven komen. Sowieso bij mijn team, mijn scenaristenteam. Maar mijn collega's, dat moet ik eerlijk toegeven, die zeggen ook af en toe wel, kan je hier mij dit verhaallijntje geven? Niels de Stadvader, die heeft bij deze film gevraagd, Anne, ik wil echt een lief. En ik wil ook audities, zodanig dat ik 10 kan uitproberen voordat ik de juiste gevonden heb. En Herman, ja, die heeft mij op een bepaalde dag ook gebeld en zei van, ja, nu wil ik echt een serieuze job. Ja, ja, een serieuze job voor je, Markske Vertonghe. Ja, Saartje, ik dacht, genoeg gelachen. Het is een moment. Ik neem de zaak over van mijn ouders. Om toch een beetje vreugde in het leven van mensen te krijgen die het slecht, die het moeilijk hebben. Die, voilà. En ja, we hebben de zaak overgenomen, samen dus ik met mijn echtgenote, Bieke Krukke. Zeer aangenaam werken, vind ik. Een begrafenisondernemer, dan kom je echt wel bij mensen die in de miserie zitten, ja, die in de put zitten. Ja, maar als mensen, als klanten van mij, liever niet in de put zitten, dan laat ik ze altijd een crematie aan. Nu, pas op. We zijn nu ongeveer, we zijn een paar maanden hebben we ons bedrijf. De marketing is in volle gang. Allee, Bieke is daar zeer goed in. En wij hebben dus al klanten tot in het Leuvense. Bijvoorbeeld, die lege stoel op rij 3 daar. Dat is de klant van mij. Een goede klant. Hopelijk komen er niet al te veel bij hier in Leuven. Ik kom nog even tot dit kom. Ik kom nog even, ja, nee, ik moet zien dat ik niet val. Oké, dank u. Pascalke en Maurice, zeg, ja, dat liep niet altijd gesmeerd tussen jullie, hè, in de film. Nee, het heeft geknetterd, hè. Ja, ik moest eerst toch een beetje rouwen, hè, om mijn grote amour pour toujours. En ik ben blij dat hem niet dood is. Maar ik heb uiteindelijk toch voor hier die, ja, de liefde spat eraf, u ziet het, hè. Voor Mauriceke, ze heeft voor Mauriceke gekozen, maar hij is wel heel ver moeten gaan. Hè. Hij is zelfs in de huid van Boma moeten kruipen om Pascalke terug voor zich te winnen, maar dat lag u wel goed, hè? Ja, ik ben in de huid van Boma moeten kruipen. Ik heb daar veel moeten voor doen. Dat vroeg veel opzoekingswerk om te doorgronden wie is Boma juist? Wat maakt hem zo aantrekkelijk voor de vrouwen? Waaraan denkt hij? Waarvan droomt hij? En ik ben daar zeer ver in gegaan om daarachter te komen, tot zelfs in de Pussycat ben ik. Ja, daar heb je toch wel wat uren versleten, hè, Mauriceke? We zijn op de hoogte. Dames en heren, als jullie nog een vraag hebben of een opmerking, dan mag je gewoon rechtstaan, profiteren van, want de cast staat hier voor jullie neus. En dan mag je nog een vraag stellen, als je dat wil. Is er iemand die een dringende vraag heeft? Van, oh, ja, ja! Ja. Zeg maar. Ken je Ben? Ben van de Katholieke. Ik ben een rooster fan. Oh, we hebben een grote fan. Dan vind ik dat Ben speciaal een nummer voor jou moet brengen. Ja, dat vind ik ook. Ben zal een nummer brengen speciaal voor jou. Ben, ik geef de micro aan jou. Dank u. En ik heb die jongen geen geld gegeven, hè, want ik zie er een paar van mijn collega's lachen. Zeg, mama's en papa's, jongens en meisjes, neem eens allemaal een sleutelbos. Kom aan, tast in uw zakken, in uw handtassen, en dan gaan wij. En begin er eens mee te jingelen. Voilà, we zijn vertrokken. Jingle hier, jingle daar, jingle overal. Wij wensen u een gelukkig jaar, een goede gezondheid bovenal. Hey! Jingle hier, jingle daar, jingle overal. En wie weet zien wij mekaar hier terug over 2 jaar. Pascal, dat is een ster, je ziet ze al van ver.
eerst was ze nog met de Oscar, maar dat is niet meer waar. Toen viel ze op de bal, dat was een raar geval. Gelukkig kwam toen de Maurice, die had de gouden vis. Hey! Jingle hier, jingle daar, jingle overal. Wij wensen u een gelukkig jaar, een goede gezondheid bovenal. Hey! Jingle hier, jingle daar, jingle overal. En wie weet zien wij elkaar hier terug over 2 jaar. Voilà, speciaal voor mij, de grote fan. Alsjeblieft. Dankjewel, Leuven. Dankjewel, Ben. Dat heb jij fantastisch gedaan. En dankjewel voor het publiek om zo enthousiast te zijn. En geef deze cast nog een daverend applaus. Dank u. Dag allemaal. Ja, dat is wel een handje.